komen weer 4 jaar achteraan en dan denk ik, ja, staat er iemand voor de klas, leuk, ik leer er wel van, maar wat nou als een keer de directeur van Heijmans hier staat? Dat zou voor mij een stuk anders zijn. Ja. Er gaan voor probleemstellingen ontstaan in de maatschappij, hè? En die probleemstellingen die moeten vakkundig opgelost worden, daarvoor heb je kennis nodig, daarvoor moet kennis ontwikkeld worden. Ik denk een kans dat dat straks toegepast gaat worden, ingezet gaat worden via bedrijven. Maar daar hoort ook meteen een vraagstuk bij, hoe zorg je aan dat die bedrijven weer mensen hebben. Of dat je de kennis in de maatschappij ergens ontwikkelt, in een combinatie van opleidingsinstituten en bedrijven, waardoor je die probleemstellingen voor de toekomst op kunt lossen. Ja, en dat je mensen weer aflevert uiteindelijk die open-minded zijn, die een overblik gaan kijken, niet direct heel erg op een oplossing duiken, maar breder kijken en zeggen van, misschien kun je dat niet altijd, misschien kun je dat niet altijd. Ja. We bouwen niet alleen dus een nieuw gebouw, we bouwen ook een nieuwe leeromgeving van hoe zou je kunnen leren. Ik ga mijn mond houden en ik ga vragen aan jullie om iets te vertellen over, wat zei ik alweer, dat is het mooie, kan ik het niet zeggen, man. Wat zet jou aan om te gaan leren? Wat zet jou aan om te gaan leren? Want dat is natuurlijk belangrijk voor die leerlandschap, noem jij het, hè? Dat vind ik eigenlijk mooier. Leerlandschap. In het leven komt niet alles op je af, dus je moet echt voor vechten. En dat is wat mij motiveert. Tegen de school duidelijk. Nee, ook dat je echt buiten bent. Gewoon dat je in de praktijk gaat en dat je ook buiten het leven meekrijgt. Niet alleen achter je laptop auto kan tekenen maken. Dat je ergens naartoe werkt en niet 's ochtends opstaat en dat je elke dag gewoon hetzelfde doet, zeg maar. Als een leerkracht of een leraar die het uitlegt, echt zelf, dat je zelf merkt dat het echt met passie uitgelegd wordt. En dat het goed verbeeld wordt. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Als iets goed verbeeld bij mij wordt en ik kan er mijn eigen beeld vervolgens zelf bij gaan maken, vind ik het altijd erg fijn om er dan aan te gaan werken. En uiteindelijk komen alle regels hier samen bij het grote gebouw. En mij lijkt het leuk dat van glas te maken, dat je eigenlijk één grote open ruimte hebt, waar iedereen gewoon zo naar binnen kan kijken en alles kan zien wat er gebeurt. Dat zorgt voor wat meer openlijk wordt. Daarbij in dat gebouw leren en bijvoorbeeld een app eten in zo'n open ruimte weten combineren, ben je al heel in te boven. Daarna vind ik het belangrijk om een goede kantine te hebben, waar je terecht kan, waar je in plaats van alleen maar harde broodjes ook echt een zacht broodje kan krijgen of een lekkere pasta of dat soort dingen. Dan heb je ook ruimte voor. Ik wil ook graag aan het einde van het project gewoon de beste zijn, om het zo maar te zeggen. En dat spoort mij wel echt aan om er goed mijn best voor te doen. En, Als je merkt van de leerkracht ook, of van derde, van probeer nou zelf daar iets in te doen. Of vul zelf eens aan hoe je dit zou willen gaan doen. Ja. Dan geeft dat mij altijd een drive om te zeggen van, nou leuk, hier heb ik zelf helemaal inzetting gehouden. Dus dat kan ik gewoon helemaal zelf bepalen. Dat is met name ook waarom ik in dit project net ben gestapt. Okay. Kun je nog een keer proberen om te vertellen wanneer we blij zijn aan het einde van de eerste sessie? Wat hebben we dan als output? Dan hebben we het vertrouwen dat je, als je innovaties aangaat, dat dat ook daadwerkelijk vorm krijgt. En dat is hier niet zo'n punt, maar het is toch wel fijn. Want we gaan niet alleen maar benoemen hoe het ooit zou moeten kunnen worden, maar we gaan het maken. Ik hoor dat ik nog niet eens kwam naar mijn opleiding en dat ik nou iets ontwerp ook daadwerkelijk kom. Wat vind je daar zo leuk aan? Waarom begin je dan ineens te stralen en denk je van yes? Daar ben ik trots op. Oké. Okay. Trots dat ik daaraan mag meewerken. Oké. Okay. En als je de praktijk meer ingaat, doe je natuurlijk met je stages, alleen tussendoor zou dat denk ik nog fijner zijn. Dan heb je ook een beter beeld over je studie en hoe dat allemaal in het echt gaat. Zo denk ik hoe je leren nog aantrekkelijk kan maken. Het is wel leuk als ik een compliment krijg van een docent van het ziet er goed uit. Om dan een compliment te krijgen van iemand uit de vakwereld die er echt al 20 jaar mee bezig is. En dan zegt van, heb jij dit in je eerste jaar gemaakt? Ik zo, ja, hoezo, is het niet goed? Ja, dat geloof ik bijna niet. En als je dan zo'n compliment van iemand krijgt, dan toch wel een half stadion in je zitten dat opsprint en begint te juichen.
Maar een half. Ja, een half. Het is niet elke week uitgekocht. Hè. Met een buitenmens. Als je dan ook veel in contact staat met buiten, vind ik gewoon prettig. Nou, ik heb hier wel eens buiten gezeten, maar meestal loop je dan toch naar het station om een broodje te halen. Ga je daar op een bankje zitten. Ja, ja. Het is hier nog niet echt. Ik denk als je zoiets zou kunnen verbeteren, dat nodig je uit om op school te blijven zitten, nog meer met de leerlingen te praten. Dat zou mij ook heel erg goed zijn. Maar dat je ook heel veel vrijheid krijgt. Jezelf dus heel veel kan bepalen van, oké, ik wil het zo en zo hebben. Kijk, richtlijnen moeten natuurlijk altijd zijn, maar... zelf ook nog heel veel vraag krijgen, dat is voor mij ook belangrijk. Iedere opleiding zit het ding van, ja, dan moet het gebeuren uiteindelijk. Maar je krijgt gewoon de vrijheid om jezelf de opdracht in te vullen eigenlijk, en je eigen delen bij in te brengen. En dat spot me heel erg aan. Ja, want wat betekent dat voor jou? Dat je contact hebt met studenten van andere richtingen? Ja, wij voelen ons gewoon ook echt samen één team, zeg maar. Wij kunnen niet zonder de sales, en als de techniek niet komt, hebben wij geen flesjes. En als de sales niet is, hebben wij geen klanten. En als de marketing niet is, dan kunnen de klanten weer niet benaderd worden. En ja, dat werkt gewoon samen, maar dan merk je ook echt. Iedereen kent elkaar, iedereen benadert elkaar en dat is gewoon... Ja, dan krijg je van elkaar af. Ja, je hebt echt elkaar ook nodig, maar het is gewoon fijn, je kent ook iedereen. Elke eerste, tweede en derde jaar kent elkaar en iedereen werkt ook samen. En waar komt die leren hier uit bij jou vandaan? Wat is een motivatie, zeg. Hij is snel. Kennis is macht, kijk.